Hij wordt geproduced door Stuck Aitken en Waterman, de headliner in onze marquee. Op het juni staat. Ja. Ja. Okay, is al inderdaad wel hits aan elkaar gekregen. Ja, dat is ook normaal. Ja, dat is misschien wel, dat staat eraan te komen. Begint het te kriebelen? Bij mij begint het te kriebelen, want ik kijk niet omdat ik het maar presenteren, maar vooral ook omdat het tientallen jaren geleden zijn voor mij om een heel festival te kunnen meemaken. Ja. En ja, ook om groepen te zien. Veel mensen staan daar niet bij stil, maar met de Kreuners, jullie waren eigenlijk per week aan het spelen, drie keer per week, twee keer per week. Ja, dat hield we hebben jaren gedaan van 180 concerten op een jaar, 150, 120. Ja. Dus dan is er geen tijd om nog naar concerten te gaan. Nee. Dat was hoogst uitzonderlijk dat we dat nog eens kennen. Meestal moest je dan nog naar het buitenland, naar Amsterdam of Duitsland of Engeland om iets te kunnen zien. Dus ik kijk er naar uit om nog eens een heel festival te zien. Met pakgroepen, en er zijn er ook weer al bij. Ik zie hier 10cc. Ik ben daar ook een ongelofelijke fan van. De mannen hebben heel wat hits op hun. Voor anderen, het begint met, ik denk, No Milk Today. Goldie and Cream, erin geschreven. Ja. En dat is een groep die ik nog nooit heb kunnen zien. Ja, en dat was super echt een fan van hoe zij die stemmen samen ongelooflijk straffe producers. Dus ik had die ook al eens live kunnen zien, dat is nooit gelukt. Ja. Dat gaat me nu wel lukken. Dat is in augustus, dus daar kijk ik op. Ja, sowieso. Ik kreeg trouwens juist een sms'je van iemand die zei van wat is eigenlijk van de Kreuners? Maar de Kreuners, dat is gedaan. Dat is over. Dat was een bewuste keuze van jou, hè? Dat was een hele bewuste keuze. Op een bepaald moment, ja, 35 jaar zijn we bezig geweest. Ja, dan, de uitdaging is weg. Mijn kinderen worden wat groter, dus ik heb ook wel zin om daar veel meer tijd in te spelen, mee bezig te zijn. Ik heb daar tot nu toe ook geen seconde spijt van. Die was van Pensie. Ja. Op 10 augustus zouden ze zeggen, Walter, my friend, come on stage, let's jam. Wat zeg je dan? Maar dan moeten we wel een paar... ik moet weten wat er gaat gebeuren. Jammen is... In R&B kun je dat hebben. Dan heb je dat zijn variaties op een thema. Maar als je echt met songs van mensen bezig bent, moet op je stem pakken. Dan moet je tessituur juist zijn. En dat lukt niet altijd. Want als ik die mensen hun nummer zou spelen bijvoorbeeld, dan ga je aan die toon op jouw stem te krijgen. Maar als ze dan jou ineens erbij hebben, dat zullen ze ook nooit doen. Nee. Omdat de muzikant weet dat. Je weet ook wel, als die jongen erbij vraagt, ja, dan gaat hij van pot op zijn bek. Dus we gaan dat beter niet doen. Ja. Maar als ze een cover spelen, dan natuurlijk wel mee inspringen. Ja, of ze zouden het Nela kunnen spelen, die vlog. Als ze dat moesten doen, dan moet ik niet nadenken. Goed, dan. Hier tot 8 uur, je bent meer dan welkom. Jullie trouwens ook thuis hier in de Twins Beach Club in Breitenhep.